Hallo, ik ben Esther van Herenbeek van Het Twaalfde Huis. En in deze video ga ik mijn boek Astrologie voor Beginners bespreken. Want ik heb heel veel vragen gekregen over de boeken die ik schreef. En ik heb voor al mijn boeken heb ik een apart reviewfilmpje gemaakt. Dus zowel voor de Astrologische Almanak 2018, de Astrologische Jaarkalender 2018 en Tarot voor Beginners. Astrologie voor beginners is dus ook een boek dat altijd geldig is. Dat is niet alleen maar voor 2017 of 2018. Dit is echt een beginnersboek. Waarom heb ik dit boek geschreven? Ik heb dat geschreven omdat ik zelf al bijna 20 jaar aan astrologie doe. En ik heel veel boeken heb gelezen, gekocht en bekeken. En heel vaak is het heel ingewikkeld. En dat schrikt mensen af om met astrologie te beginnen. En dat vind ik heel erg jammer. Want ik denk dat werken met astrologie en geboortehoroscopen, dat dat voor iedereen toegankelijk is. Maar het zou allemaal wat minder ingewikkeld over moeten komen. Daarom heb ik dus dit boek geschreven, Astrologie voor Beginners. Dat is uitgegeven door BB&C Uitgevers en is te bestellen via bol.com. In sommige winkels ligt die ook nog wel, maar voor de rest is die eigenlijk alleen nog maar online verkrijgbaar. Het boek is wel als paperback, hè, dus echt als fysiek boekje te kopen, dan is die €14,95. En als e-book, en dan is die €10,99. Dus je kunt hem zowel digitaal als fysiek lezen. Waar gaat dit boek over? Zoals ik al zeg, heel erg makkelijk uitgelegd hoe je nou een geboortehoroscoop kunt maken voor jezelf. Of voor iemand anders en dit ook al gaan duiden. Dan heb je geen cursus, je hebt geen workshop nodig. Is natuurlijk altijd leuk en gezellig als je dat erbij gaat doen. En zeker als je daar heel erg in wilt gaan verdiepen. Maar om eens mee te beginnen, ook om eens te kijken, is het wel iets voor mij? Ja, dan heb je eigenlijk alleen dit boek nodig. Je hoeft verder ook niks aan te schaffen, want in dit boek werk ik ook met de gratis software van astro.com. Daar staat ook allemaal in het boek de link staan naartoe. Waarbij je dus gratis geboortehoroscoop tekeningen kunt gaan uitdraaien. Dus je hebt behalve dit boek heb je eigenlijk niks nodig om te beginnen. Nou, wat ga ik dan verder allemaal beschrijven? Echt de basics van het maken en het duiden van geboortehoroscopen. Nou, ik begin dan met een stukje inleiding. Wat is astrologie? De geschiedenis van de astrologie? Hoe werkt astrologie? Dan ga ik beschrijven hoe je dus zo'n geboortehoroscoop gaat berekenen. Vroeger moest dat allemaal handmatig vanuit tabellenboeken. Tegenwoordig heb je daar dus geweldig genoeg computersoftware voor. Dat puur geschikt is voor astrologie. Nou, dan ga ik uitgebreid de 12 principes en symbolen bespreken. Dan uitgebreid de dierenringtekens. Dan ga ik de elementen uitdiepen. Dus de vuur, aarde, lucht en watertekens waaruit alle dierenringtekens zijn gemaakt. Dan de sterrenbeelden aan zich ga ik dan bespreken. Dan de planeten, de huizen, de combinatie van planetentekens en huizen. De aspecten. Gevoelige punten in de horoscoop, het duiden van de geboortehoroscoop, specifieke onderwerpen in de horoscoop, toepassingsmogelijkheden en een literatuurlijst van boeken die je hierna wellicht zou kunnen lezen. Er staan ook wel wat plaatjes in. Bijvoorbeeld hier ook, dan ga ik uitleggen wat dan de watertekens zijn en wat dat wil zeggen als je veel water in je horoscoop hebt. En hier ga ik bijvoorbeeld alle huizen helemaal uitgebreid bespreken. Welke planeet hoort erbij? Welke dierenriemtekens horen erbij? Wat wil dat zeggen? Wat is een ascendant? Dus echt puur voor beginners is dit boek bedoeld. En zeker als je zoiets hebt van, ja, wat is astrologie? Kan ik er wat mee? Is het wat voor mij? Ben niet bang om met dit boek te beginnen, want het is echt geschreven met de intentie dat iedereen er wat mee kan. Dat is in ieder geval mijn doel geweest van dit boek. Nou, ik hoop dat je op deze manier wat meer weet over het boek. Ik sta altijd open voor feedback of reacties. Als je met dit boek werkt, vind ik dat heel leuk om te horen.
Ja, mocht je dit filmpje op YouTube zien, dan vind ik het leuk als je je abonneert op mijn kanaal. Want ik zet regelmatig filmpjes met dagkaarten van de dag, de voorspellingen voor de sterrenbeelden per maand. Dus ja, op die manier mis je niks meer. Kijk je dit op Facebook, dan vind ik het heel leuk als je dit filmpje deelt. Want dit kan misschien ook een heel leuk cadeau-idee zijn voor de feestdagen, maar ook voor een verjaardag of een andere gelegenheid. Nou, mocht je ermee gaan werken, dan wens ik je alvast heel veel leesplezier en inzichten toe. En ik dank je voor het kijken en ik hoop je op een ander moment weer een keer terug te zien. Dankjewel, doei!